Ik ben Martin van Bax Music en vandaag reviewen we deze prachtige Takamine GB72CE BSB basgitaar. De Takamine GB72CE BSB is een mooie Sunburst afgewerkte versie van de Takamine 72CE. Dit is een luxe gitaar uit basgitaar uit de G-serie. De G-serie is de lijn van Takamine gitaren die vaak veel luxe opties hebben voor een eigenlijk zeer betaalbare prijs. Deze zit ook zeker in een heel mooi prijssegment. Nou, we gaan even beginnen met de specificaties van deze mooie basgitaar. Ten eerste, waar die van gemaakt is. Nou, we hebben een massief sparrenhouten bovenblad en zij- en achterkanten van gevlamd esdoorn. Geeft een heel mooie look en ook een heel stevige sound. Deze bas staat ook zeker bekend om zijn volume. Vervolgens gaan we eventjes door naar de hals om eventjes alle specificaties op te noemen. We hebben een palisander toets op een esdoorn hals. En bovenaan hebben we de stemmechanieken, zijn verhulde stemmechanieken in gesloten oliebad. Daarnaast hebben we nog een topkam en een brug van synthetisch been. Nou, om nog even terug te komen op de hals van deze bas. Het is een 34 inch mensuur. Met een 16 inch radius. De binnenkant van deze bas is ook wel fijn om te weten. Het is een X afgewerkte brace. Kwartiers gezaagd, zorgt voor extra stabiliteit aan deze bas. Helpt ook enorm met de klank. Daarnaast heeft deze basgitaar ook elektronica aan boord. Voornamelijk een TK40B. Dat is een voorversterker slash tuner. Deze akoestisch elektrische bas kan je ook versterkt gebruiken. Door middel van de jackplug. Deze jackplug zit trouwens heel mooi verborgen achterin de gitaar bij je strap aansluiting. Daarmee zou je dus ook eventueel versterkt kunnen spelen met deze basgitaar. Nou, tenslotte, het is een akoestische basgitaar. Ik heb één favoriete stukje dat ik heel graag speel op akoestische basgitaren. Dus dat zou ik graag eventjes willen demonstreren. Ik kan ook een beetje gevoel krijgen van de klank. Ik zit een beetje in het hogere register en ook wat meer in het lagere register. En straks zal ik ook nog eens even kijken of ik de lage E-snaar nog een beetje kan laten ratelen. Maar we gaan gewoon eventjes een stukje spelen, zodat je een gevoel krijgt hoe deze bas klinkt. Nou, zoals beloofd gaan we ook nog een beetje herrie maken en ik heb daar wel een leuk ideetje voor. Hopelijk heb ik jouw interesse kunnen wekken voor deze prachtige Takamine GB72CE. Hij hangt in meerdere van onze winkels, dus mocht je toevallig in de buurt zijn, kom vooral langs, probeer hem uit. Er zit een fantastisch volume aan deze basgitaar, die je zelf ook echt moet ervaren. Het is een prachtig instrument, in een beetje je budget prijsklasse, wat je eigenlijk normaal niet ziet bij Takamine. Takamine is vaak wel de gitaar in de duizenden euro's. Deze is zeer betaalbaar, dus ik zou zeggen van ben je een beginner of enigszins gevorderde speler en zoek je een prachtige uitbreiding voor je akoestische bas arsenaal, dan zou ik zeggen kijk zeker naar deze prachtige Takamine. Wil je nou meer weten over deze Takamine elektrisch akoestische basgitaar, dan zou ik zeker aanraden om eventjes in de beschrijving te kijken. Daar vind je een linkje die je brengt naar onze productpagina. Daar kan je alles op je gemak nog even nalezen. Vond je dit nou een leuke video? Laat een like achter, deel de video en word vooral abonnee van ons YouTube-kanaal.